De algemeen directeur van het Militair Hospitaal, luitenant-kolonel Chevron Terborg. Op dit moment hebben we 122 actieve COVID-gevallen. Het gaat om 84 militairen en 38 gezinsleden, waarvan 118 in thuisisolatie zijn en 4 in het ziekenhuis. Daarnaast zijn er 75 in thuisquarantaine. Dat zijn dus de mensen die in contact zijn geweest met een positieve patiënt en die risico op besmetting hebben opgelopen. Vanaf 2020 tot nu toe zijn er ongeveer 800 personeelsleden besmet geraakt. Daarvan zijn er tot op heden helaas 8 militairen overleden. Ik kan ook gelijk meegeven dat geen van de 8 militairen gevaccineerd waren. Dat vinden we heel jammer, ja, omdat het ons pijn doet dat de mensen geen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om zich te laten vaccineren. Om zodoende te voorkomen dat ze zouden komen te overlijden. Als er zo'n groot aantal militaire personeelsleden besmet zijn, ja, gaat de productiviteit van de defensieorganisatie omlaag. Heel veel operaties, missies die gecanceld moeten worden. Dus dat is kort gezegd het belang van vaccineren. Ja, het is een individuele verantwoordelijkheid, maar ook een gemeenschappelijke. Ja, men moet gaan beseffen dat je het doet voor jezelf, maar ook om je omgeving te beschermen. Minister, is het niet makkelijker om een bevel te geven dan vaccineren? Bevel tot vaccineren. Ja, we zijn wel een legerorganisatie, maar nog niet zo, zeg maar, autoritair en autocratisch. Ik denk dat het die kant wel op zal gaan binnenkort. We hebben gisteren in regeringsverband hierover gesproken. We gaan een uniformbeleid uitvoeren. We zijn in dialoog met ook werkgevers en werknemersorganisaties dwars door het land, omdat we, wanneer je maatregel doorvoert, dat je draagvlak wil. Wat wij hebben gedaan in het leger is dat we afgelopen week hebben uitgetrokken voor overleg en communicatie met alle afdelingen, zowel in het Nationaal Leger als Defensie. Ik heb persoonlijk met bijna alle niet gevaccineerde mensen gesproken, om ze gewoon met facts en figures, met cijfers aan te geven hoe belangrijk het is om te vaccineren. Volgens de lijst die ik nu heb, moet ik nog met 20 mensen spreken. Dat ga ik vandaag, vanmiddag en morgen nog doen. Dan heb ik persoonlijk mijn plicht gedaan om tenminste met iedereen van het ministerie te hebben gesproken. Hetzelfde heeft de legerleiding gedaan. Alle commandanten om te praten. En uiteindelijk gaan we als regering inderdaad die kant op om mensen met regelgeving te komen waar we mensen inderdaad gaan moeten dwingen om te vaccineren. Maar goed, dat zal blijken uit ook het overleg met alle stakeholders, zeg maar.